Salland Sport. Salland 1. Nabeschouwing. En hier is met Jan-Willem Beekhuizen van Divenco. Goedemiddag Jan-Willem. Hallo. Dag Willem. Hoi. Goedemiddag. Daar is Jan-Willem. Welkom in de uitzending. Fijn dat je tijd hebt, want je won in Almelo met 22-16. Dat lijkt altijd een heerlijke dikke overwinning. Was het ook zo'n ruime overwinning voor jou? Qua scorebord wel, ja. Zes verschil, maar qua wedstrijd was het. Zijn we de laatste 10 minuten pas weg gaan lopen, zeg maar. Toen stond het nog 16-16. Oké. Okay. Dus het was een gelijk opgaande wedstrijd. Mm. Waarbij wij veel eerder het initiatief hadden kunnen en moeten nemen. Maar goed, hebben we niet gedaan. Maar wel een goede score, 16-22. Ja, en toen je dus inderdaad op 16-16 stond, heb je toen een verandering, een aanpassing in je opstelling gedaan? Of een bepaalde wissel toegevoegd? Nee, wel gewisseld, zeg maar. Maar niet zozeer om die 16-16. Was meer verdedigend dat we het dicht zouden houden. Mm-hmm. Kijk, je krijgt maar 3 doelpunten tegen in de tweede helft. Ja. Stond met rust 13-11 voor hun. Ja. Voor AKC Achilles. Ja, als je dan 3 doelpunten maar in de tweede helft tegen krijgt, dan doe je het gewoon goed en zelf 11 maakt. Alleen hadden we dat wat constanter gezien, het liefst natuurlijk. En niet 6 doelpunten in 10 minuten, zeg maar. Ja, maar de laatste 10. Waar lag dat aan, die scherpte, dat jullie de ballen er niet in gooiden? Nou ja, we gooiden 11 in tot aan de rust. Mm-hmm. Dat is best goed, maar 13 tegen is te veel. Ja. En daar zit de crux. We komen gewoon hartstikke mooi op 2-0 voor. We hebben ook steeds de leiding, zeg maar, tot 5 minuten voor de rust. En dan lopen hun net even iets weg. Naar 13-11 met rust. En ja, die 13 is gewoon te veel in 1 helft tegen deze ploeg. Mm-hmm. Is het dan ook zo, zit de crux meer, zeg maar. Ja, is het ook zo dat jullie gewoon door meer kwaliteit te hebben gewoon op een gegeven moment dan toch wegloopt in die tweede helft bij je tegenstander? Dat denk ik sowieso wel. Korvallend hebben we zeker meer kwaliteit als hun. Maar ja, dan moet je nog steeds het balletje erin gooien. Ja. En zo min mogelijk tegenkrijgen. En je ziet gewoon dat, ja, nogmaals, 13 is gewoon te veel tegen zo'n ploeg. Ja, maar goed. Dat mogen we onszelf aanrekenen. Zeker. Maar heel veel ongelukkige doelpunten of domme goals, zoals wij dat noemen, bij zitten. Die niet nodig zijn. Mm-hmm. Ja, als je dan de helft maar tegenkrijgt, dan ga je ook makkelijker rusten natuurlijk. Ja, over rusten trouwens gesproken. Was je er ook gerust op dat het goed zou komen? Nou, op een gegeven moment toen de ballen begonnen te vallen en dat ze gingen spelen zoals ze moesten spelen wel. Maar tot de kwartier voor tijd is het toch nog wel eventjes alle hands on deck, zeg maar. Ja, ja, want we zien natuurlijk bij andere sporten wel weleens langskomen dat er heel fel gecoacht wordt. Hoe is dat eigenlijk in het korfbal? Moet je daar een type voor zijn? Of snap je dat er heel fel gecoacht wordt? Of ben jij erin wat rustiger? Ja, ik ben ook wel een felle coach, hoor. Ja, zeker. En nu, helemaal omdat we de lat wat hoger leggen. Mm-hmm. Maar ook daarin moet je weer kijken naar het individu. De ene klapt helemaal dicht, de andere heeft het juist even nodig, de snelheid. Mm-hmm. Zeker. Dus eigenlijk met alle achterspelers moet je toch weer proberen te zoeken van hoe kun je ze als coach bereiken, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is wel individueel. Wel belangrijk. En natuurlijk, zelf, sport is emotie, dus dat heb je als coach ook, hè? Ja, absoluut. Haal je dan opgelucht adem, Jan-Willem, als het dan afgelopen is? Ja, zeker, zeker. En helemaal dat we weten dat we, als we bovenin mee willen doen, dat we dit soort ploegen, dat we daar geen punten tegen mogen verliezen. Nou ja, dat hebben we niet gedaan. Mm-hmm. Ja, de manier waarop kan anders, maar we kunnen wel gewoon 2 punten bijschrijven. Daar ging het om. Ja, zo is het. Want uiteindelijk sta je nu op een mooie derde plek, hè, met 2 punten. Top. En nou ja, goed, je gaat in ieder geval lekker meedraaien met onder andere met Dos en met Rehorst. Dus in die zin sta je daar nu. Ja, en we hebben natuurlijk Rehorst nu gehad verleden week, waar we met 2 puntjes verschil van verloren. Mm. En dat is toch wel een van de concurrenten om bovenin mee te doen. Ja. Ja, is dat ook een beetje de gewenning nu in deze klasse? Dat je moet ontdekken van hoe zwaar is dat niveau voor ons? Nee. We hebben 2 concurrenten en that's it. Mm-hmm. En de rest moet je gewoon winnen. Ja.
Ja, want DOS krijg je nog. Dat klinkt heel makkelijk hoor, ja. Maar dat is wel op het moment dat wij met z'n drieën bovenaan willen strijden voor die twee plekken. Mm-hmm. Met DOS en met Rehorst. Ja, dan mag je nogmaals tegen dit soort ploegen dus geen punten laten liggen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar goed, kijk, als je onderaan staat, zoals Achilles, dan heb je niks te verliezen. In de zin van, lager kan niet. Dus je geeft alles tegen een tegenstander als de Winko. En, ja. En die moet het dan maar laten zien. En nou goed, gelukkig valt het dan in de tweede helft jullie kant goed op. En win je nog wel redelijk met een groot verschil met 6 punten. Maar ja, voor hetzelfde geld houden ze jullie op 17-17. En dan ga je toch maar met een gelijkspel naar huis. Ja, dat is niet de bedoeling. En dan hebben we nog meer om na te bespreken. Dat hebben we nu al. En dat zullen we ook komende week weer doen. En een stukje bij beetje moeten we steeds beter weer worden in deze zaalcompetitie. Ja, zeker. En dat gaat ook zeker lukken. Ja. Want kwaliteit hebben we in de selectie voldoende. Mm-hmm. Waar speel je volgende keer tegen? Zwart-wit. Tegen Zwart-wit. Dus maar goed, die staat net onder jullie. Dus die... ja, lekker aan elkaar gewaagd, dus het kan een heerlijke pot worden voor jullie. Dat is zeker een heerlijke pot en er zit altijd wel wat in, dus dat is altijd wel mooi om weer naartoe te leven met z'n allen. Nou, ik kan me voorstellen. Dan ga ik je daar heel veel succes mee wensen, Jan-Willem. En, dankjewel. Leuk dat je even tijd had en ik zou zeggen tot de volgende keer en een fijne avond. Is goed, zelden. Oké, dag. Oké, hoi.